Long before the existence of mankind, a greater power ruled the earth. Tonight, many will be led down the path to the dark side. No one has seen the face of the dark side before. Get ready, for he is here. Hier aan de buitenkant een zwarte streep lopen, dus hij mag hier niet doorheen lopen. Als we hier, gaan belichten, dan zie je hier een donkere streep lopen. 4,16 meter. 4,16 meter. Zeg, als deze losgezaagd is, dan kan deze heel makkelijk naar binnen gebogen worden. Dat is geen enkel probleem meer. Ja, als we hier een flesje maken... Ja, dan loopt hij midden over zo'n driehoek heen. Ja. Dat is ook niet fijn. Nee. Dus ik denk dat hij hier moet lopen en dan zo en dan hier overheen. Anders krijgen we het denk ik niet voor elkaar hoor. Dit is wat we dus aangeleverd krijgen, gewoon een masker bestaande uit driehoeken. Alleen er stond, was helemaal niet bemaat of niets. We hebben het op moeten schalen, want het stond in de computer veel kleiner. En we hebben naar 12 meter op moeten schalen, de lengte. En dan gaat alles uiteraard direct mee. En dan ga je elk driehoekje ga je apart meten in de computer. Dit is dus wat het moet gaan worden. Dit is wat we uit de computer gehaald hebben. Het is helemaal ingezoomd eigenlijk. En al die cijfertjes die je ziet staan, dat zijn de nummers van elke driehoek. Over de 400 driehoeken. Met de zijdes en daarbij de hoek die een zijde vormt. Staat daarin. Zie je, en zo hebben we nou wel een hele pak met dat soort gegevens. Dat is een helske wei geweest hoor, om dat in de computer allemaal voor elkaar te krijgen. Stel, ik heb hier een driehoek. Dat snijden dat kun je met een mesje heel makkelijk doen. Zo, die zetten we hier op. Leggen we hem over de lijn heen en we trekken hem er doorheen. Ja? Kijk, zo hebben we elk driehoek gesneden. Nou hebben we dus een goede hoek waarop dat de andere hoek gelijmd wordt. En als je al die driehoekjes bij elkaar onder de goede hoek hebt, dan kan er alleen maar een masker uitkomen. Nou, zoals je ziet zijn dit de bunkers. Het zijn er 8 stuks in totaal. Maar dat is zeg maar het grotere vuurwerk. Het vuurwerk wat we zaterdag gaan gebruiken, dat staat binnen. Nou, dit is dus echt het vuurwerk speciaal gemaakt voor indoor vuurwerk. Ja, en daar heb je verschillende soorten in. We hebben hier een fonteintje. 12 feet, dat is ongeveer 3,6 meter hoog. Mijn is wat anders een ander effect dan een fontein. Een fontein is echt ja, een klein dingetje. Een mijn die we aanstaande zaterdag gaan gebruiken, die gaan een 70 feet, dus dat is een 21 tot 22 meter hoog. Dat zijn concussions. Dat zijn twee aparte producten. En aanstaande zaterdag gaan we ze mengen, goed schudden, heel voorzichtig. En dat geeft een hele harde knal. Maar daar komen er zaterdag genoeg voorbij. Ik verheug me er wel op. Wel een beetje spanning. Maar ja, het wordt een topper. Deze kunnen we dus niet naar binnen krijgen. Er gaat 15 centimeter, moeten we naar binnen toe. Om 5 centimeter te halen. Ja? Hoeveel was je hier? Heb je die al gemeten? Deze nog niet, hè? Peter, we lopen even naar binnen. 3,86 in de punt gemeten, hè? Ja, dat is mooi.
Dat gaat wel door de deur. 4 meter 6. 406. Ja. Ja, dan moet er toch iets anders gebeuren. Want zo komt hij absoluut niet mee, hè. Het probleem is dat hij eigenlijk te groot is om bij het Gelderdom binnen te kunnen. De deur is 4 meter. Totale breedte, op het breedste gedeelte, is 4,30 van het masker. Dus er moet 30 centimeter minimaal af. Eigenlijk iets meer om wat marge te hebben. Dat hij niet beschadigd bij het binnenrijden. We hebben gekeken of we hem konden buigen, die 30 centimeter. Op sommige delen lukt het ook aardig hieronder. Dat zouden we halen. Hè? Dan zit hij daarboven nog niet helemaal vast, dus hij wordt bovenin nog stugger. Maar als je ergens materiaal induwt, dan moet het ergens anders moet het weer weg kunnen. Hè? Dus ik vrees, ja, vrezen niet, dat doen we dan gewoon. Dan wordt hij gewoon doorgezaagd op een naad. En dan komt daar een flens aan te zitten, zodat we ze heel makkelijk weer in het Gelderdoom aan elkaar kunnen schroeven. Het blijft een puzzel. Het is begonnen met een puzzel en het houdt even niet op. Maar we krijgen alles voor elkaar, hoor. Daar ben ik van overtuigd. Dus we willen hem hebben. We komen de naam op. We kunnen natuurlijk vuurwerk gewoon zeggen van nou, we maken het elektrisch en we drukken het op ons gevoel af. Kan ook heel mooi zijn. Maar wat we aanstaande zaterdag gaan doen, dat is echt puur op de muziek gemaakt. En ook echt op de tijdcode die aan de muziek zit, wordt het ontstoken. Nou, hier heb ik een aantal punten aangegeven waar wat gaat gebeuren. Hierboven zie je dus wat er gaat gebeuren. En als ik dus nu zeg, play de muziek maar. Dan zie je nu op het beeld, zie je dus gewoon echt het verspringen. En wat er als er wat verspringt, dan gaat er gewoon effect de lucht in. Onthulling van het mask. Dat gaat gepaard met harde knallen. En dan gaat de tweede show is een vuurshow. Dus er komen echt alleen maar, ja, overal zie je dan vuur om je heen. En vanaf de derde show tot en met het eind is overal pyro in. Van die 15-15 heb ik er 16 in de bakken zitten. Ik kom er gewoon achterkort. Wat gewoon veel voorkomt in de shows zijn de concussions en de fonteinen en mines. Wat is een concussion? Dat zijn die harde knallen. Dit komt allemaal op stage vanavond. Het zijn allemaal mines. Die allemaal om verschillende hoeken weggeschoten worden. Het podium is ingedeeld van nummertjes. En daar komen die bakken overeenkomstig met een nummer te staan. Eén bak, daar zitten we voor alle shows voor de hele avond in. Het is de bedoeling dat aanstaande maandag hier twee trailers met kraan voor de deur staan. Dan worden de hijsbalken erin geschoven. En we rollen naar buiten en dan wordt hij opgetild, op de trailer gelegd, hijsbalken er weer uit. En dan met escorte, twee trailers, gaat hij naar het Gelderdoom. En dan moet ik dan 's nachts ook zijn om het te lossen. Ja, maar dat doe ik graag. Zeker omdat de manieren die we bedacht hebben, dat we dat ook samen met het team gedaan hebben en tot een goed eind gebracht hebben. Ja. Ik ben trots op. Ja.
werkt hier een jongen en die heeft een kaartje weten te bemachtigen. Die houdt van die soort muziek. Ja, hij ook, maar hij heeft nog geen kaartje. Hij was te laat waarschijnlijk. De hele show is voorgeprogrammeerd. We krijgen een tijdcode aangestuurd. De computer gaat lopen. Die schiet alles weg. Maar ja, je kan niet zomaar alles weg laten schieten. Dus iemand staat er wel met een dodemansknop. Die houdt die ingedrukt. Als die ingedrukt is, kan het vuurwerk gewoon de lucht in gaan. Mocht er iets gebeuren, knop los en dan gaat geen vuurwerk meer de lucht in. Achter het stage lopen inderdaad een aantal mannen nog rond. Voor even check, dubbel check. These are the motors for the mask to bring it in the front and in the back. This is the motor to open the mask. We make the show last night, take the positions, I saved it, and now it's running completely over the show time code. It's spectacular when the walls open and it comes from the back to the front. It's very fine. It's all finished and we are ready and we can make a good show. Maar hartstikke gezellig en later op de bank voor de DVD, dan weet je waarvoor je het hebt gedaan.